It was amazing playing tonight. The first prize. Probably the best concert I've ever done. Goes to awesome Stefano Bruno. Verspreid over de 10 dagen van de Cello Biennale vinden ook 3 rondes plaats van het Nationaal Cello Concours. Hoe vind je het eigenlijk om hier zo te zitten als jurylid? Hoe is dat voor je? Ik vind het heel boeiend om iedereen te horen en ik leef heel erg mee met iedereen en zoals ze dan spelen en natuurlijk er gaan dingen soms mis en soms zijn ze niet tevreden over hoe ze het zelf doen, maar het ruwe talent horen, dat is heel mooi om mee te maken. Je bent natuurlijk altijd bezig met de voorbereiding van dit concours. Hoe heb je dat aangepakt? Ik begon met alle stukken een beetje heen en weer. En op een gegeven moment komt er een soort structuur in eigenlijk. Sommige stukken zitten goed, sommige stukken moet je nog aan werken. Of course you have to practice the first round, but you also have to practice the second and also the final if you get through. It's always a problem on what to practice first. Het is ook heel boeiend om gewoon 12 keer eenzelfde stuk te horen. Zeker met Calliope Tsupaki. Dat is... Ja, dat was heel boeiend om te horen wat iedereen ervan maakt, van zo'n nieuw stuk. Je hebt ze vrijwel allemaal horen spelen. Hoe hebben ze het gedaan? Ze hebben dat prachtig gedaan. Echt, het is wonderbaarlijk. Ik ben ademloos van hoe liefdevol ze zijn geweest voor mijn stuk. Met hoeveel aandacht, eigen initiatief, eigen interpretatie. Maar ook dat hun ziel in de interpretatie kwam. En ik kan echt met tranen, ik ga huilend naar huis. Want... Het was zo ontroerend. En ik denk, als dat gebeurt, dan kan alleen maar een mooie wereld op een moment alweer op aarde komen. In the order of performance in the finals, I name the 3 finalists. Isaac Lotman, Stefano Bruno en Emma van Schadenberg. Hoe voelt het om deel te zijn aan de finale? Ja, te gek. De finale wordt gewoon genieten, denk ik. En dan kun je gewoon alles loslaten. Ik heb het nog niet helemaal geprocessed, maar echt, het wordt alleen maar genieten nu. So many emotions. It's like, of course, happiness. Of course, like, I'm still seeing myself on Friday and I have to practice. I should go practice now. But yeah. Overall, it's overwhelming, very overwhelming. Sinds ik een klein meisje ben, luister ik alleen maar naar Elgar. Ik vind het echt mijn favoriete celloconcert eigenlijk. En ik heb er altijd al van gedroomd om het met orkest te doen. Dus nu is echt een super gaaf moment. Dus kleine ik zou echt heel blij zijn hiermee. Ja. En grote ik ook dus. Ja, zeker. Ja. Toen ik nog niet zoveel repertoire ken en ik hoorde Elgar, was het meteen mijn favoriete concert. De noten zijn niet enorm ingewikkeld. Het is geen Prokofjev, maar het is, ja, het is echt genietmuziek. It's always been one of my favorite concertos. It's, I think every cellist loves Elgar concerto. Especially for me, it's like the 3rd movement is probably the best like page ever written for cello repertoire. Het is een immens programma geweest voor de kandidaten om het voor te bereiden. Dat heel veel facetten. Het heeft alle tijden doorlopen, alle stijlen. Dus je moest als kandidaat wel ongelooflijk veel tot je nemen om het hele concours te volbrengen. I want to thank the jury because it looks easy, but it's not easy. We start with the 3rd prize. Emma van Schadewijk. The 2nd prize goes to Isaac Lotman. Mature in your interpretation, technically above the material, intelligent artistry. The 1st prize goes to Stefano Bruno. Hij is echt technisch ongelooflijk. Staat hij boven de materie? Well, they call me intelligent, so it's a very nice adjective. Een ontzettende mooie, creatieve en muzikale manier van hoe hij met de frases omgaat. Wat hij wil zeggen, dat hij dat ook echt tot het uiterste daarin legt.
Right now I would really go for a beer, but tomorrow there's a concert, something for the radio at 9 in the morning. So maybe just one beer, not more, just one, yeah.